De Vereniging van Economisten, VES, heeft gisteravond haar traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. De jaarrede is uitgesproken door Glenn Gersy, governor van de Centrale Bank. De titel was Looking Forward, Monetaire Stabiliteit in 2017. Voorafgaand aan de jaarrede gaf VES-voorzitter Winston Ramotarsingh aan dat het afgelopen jaar een zeer actieve voor de vereniging is geweest. Ten aanzien van de economische ontwikkelingen in ons land constateerde hij dat we het in onze geschiedenis nog nooit zo slecht hebben gedaan. 2016 is een historisch jaar geweest, want we hebben nog nooit onze welvaart zo diep zien krimpen. Als we naar het bbp als maatstaf voor economische ontwikkeling kijken, voor welvaart, was niet ideaal. Het zegt niks over de verdeling, maar het is wel goed om het in de tijd en internationaal te vergelijken. Dan zien we dat we gemiddeld, terwijl de hele wereld met gemiddeld meer dan 2% is gegroeid, dat wij maar liefst met 9% zijn gekrompen volgens het planbureau. En volgens, als we Eeklak mogen geloven, zelfs met 10,9%. Dus wat betekent dit? Het betekent dat ondanks alle geaccumuleerde kennis, ervaring, kunde, dat we toch in 41 jaar volledig zelfbestuur nog het toch niet weten doen. Sterker nog, Adjerle Kunoleri. Zelfs in 1980 bij de militaire staatsgreep, zo in de revolutie, was de krimp maar min 8,8%. Zelfs in het slechtste sapjaar, en hoe hebben we het gevoeld, is nog niet zo lang geleden, was de krimp maar 6,5%. Volgens Ramotarsingh verdient de regering hiervoor geen schoonheidsprijs. Toch zegt hij dat het geen ramp is, omdat sommige mensen nu eindelijk beseffen dat het anders moet en anders kan. Kijkende naar de staatsschuld, zegt Ramotarsingh, dat de VES ervan uitgaat dat die de 60% heeft bereikt of zelf heeft overschreden. Maar aangezien de officiële publicaties over de staatsschuld dateren van september 2016, kunnen we daar niet met zekerheid iets over zeggen. Wij gaan niet speculeren, maar dit soort gebrek aan transparantie leidt tot speculatie. Waarom is dat niet bijgewerkt? Waar ligt dat aan? We weigeren te geloven dat het ligt aan incompetentie. Omdat het simpel registreren van bijschrijvingen en afschrijvingen is geen rocket science. Dus, maar hoe is dat mogelijk? Met zoveel economische kennis en kunde in het land. Ja toch, driekwart van de zaal zijn economen, als het niet meer is. Hoe is het mogelijk met de actieve economistenvereniging, die sinds 2013 regelmatig aan de bel heeft getrokken? Het begon met professor Karam in 2013. En daarna hebben we niet opgehouden om te zeggen, het gaat verkeerd, het roer moet om. We hebben zelfs de neergang niet alleen gesignaleerd, maar we hebben ook de richting van de beleidsombuiging geadviseerd. En uiteindelijk belangeloos ondersteuning aangeboden. Is het onwetendheid, onkunde of is het onwil? VES-voorzitter Ramotarsingh gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie in de ballroom van Krasnapolski. De voornemens voor dit jaar zijn dat de VES zal proberen om op een positieve manier de regering te waarschuwen maatregelen te treffen die goed zijn voor het land. We komen morgen terug op de jaarrede die is uitgesproken door governor Gersy.